Het was vandaag stiller in het ziekenhuis, met lege wachtkamers en niemand op de gang. De dwarsliggende artsen draaiden namelijk een zogenoemde zondagsdienst. Maar dan waren er toch nog patiënten welkom in het ziekenhuis. De patiëntenzorg in het ziekenhuis gaat gewoon door. Ook de spoedeisende hulp en de zeg maar, belangrijke aandoeningen en behandelingen die niet uitgesteld kunnen worden. Dus mensen met kanker die behandeld moeten worden, met chemotherapie. Dat soort spreekuren, dat soort behandelingen gaan gewoon door vandaag. Maar dat wat uitgesteld kon worden of op een ander moment gezet kon worden, is uitgesteld. Het probleem ligt dan ook niet bij de patiënten, maar bij demissionair minister Ab Klink. Hij wil dat artsen met hun bonnetjes niet meer naar de zorgverzekeraar gaan, maar dat via het ziekenhuis regelen. Marie van Gelder legt het probleem uit. Behandelingen die te duur zijn in de ogen van de directie of van de overheid, daar kan van gezegd worden van nou, die doen we niet meer. Of die wordt maar in beperkte mate afgesproken. Of zou je niet een goedkopere heupimplantaat erin stoppen, want dat scheelt zoveel geld voor het ziekenhuis. Soms is dat heel legitiem. Maar niet altijd. We zijn er bang voor dat patiënten en dokters eigenlijk duidelijk beperkt kunnen worden in die onderhandelvrijheid. Maar ook aan de portemonnee van de vrije artsen moet de minister niet komen. Zij zijn namelijk bang hun praktijk kwijt te raken en in dienst te moeten treden bij het ziekenhuis. Dat betekent dat mensen die dan een praktijk, zich in een praktijk hebben ingekocht, die zijn dat geld gewoon kwijt. En de minister kan nog 3 keer zeggen, of de demissionair minister kan wel 3 keer of 10 keer zeggen van nee, dat is niet zo, maar... De tekenen wijzen wel op wel degelijk iets anders. Daar maken specialisten zich ook zorgen over. Met het nieuwe kabinet aan het roer is het nog niet duidelijk wat er met de plannen gaat gebeuren. En verdere acties zijn dan ook nog niet bekend.